bent u bang dat president Trump zich tegen u en tegen organisaties die de sites gaat keren? Oh, nou kijk, bang moet je nooit zijn als je voor je mening uitkomt. Nederland staat al heel lang voor de rechten van vrouwen en meisjes, ook hartstikke belangrijk. En weet je, dit is vooral een actie voor de rechten van vrouwen en meisjes en niet per se politiek. We waren het niet erg eens met Trump over die maatregelen aan de grenzen, waardoor allerlei mensen werden gediscrimineerd. Daar zijn we tegen in Nederland, vinden jullie ook niet? Tenminste, vind ik. Dat moeten we niet doen. Dus dat hebben we ook duidelijk overgebracht. Maar het is wel een groot land, dus we moeten wel een beetje blijven samenwerken. Nou, dat is de spanning een beetje van nu. Dus die gaan we proberen op te lossen. Ja? Ja. Oké, ben je het zeker? Ja, ik weet het. Ik mag zeggen als je het niet mee eens bent, hoor. Nee, mevrouw, ik vroeg me af waar ambitie en inspiratie vandaan houdt om zich hiervoor in te zetten. Kijk, mijn vader en moeder die hadden alleen maar lagere school en mijn moeder had best wel door willen leren. Toen heeft mijn moeder zich voorgenomen, als ik ooit kinderen krijg, dan mogen die alles doen wat ze willen. Ze mogen zo lang leren als ze willen. Ze mogen ook leren een vak kiezen wat ze zelf kiezen en niet wat anderen zeggen. En dus ja, zo ben ik opgevoed. En tegelijkertijd werd er bij ons ook wel gepraat over dat er zoveel ongelijkheid en armoede in de wereld is. Dus ja, zo is het vanzelf gegroeid. Minister Kunduz, u gelooft in een vrede-staatsoplossing tussen Israël en Palestina. Maar gelooft u dat daarmee ook het waterprobleem in die streek wordt opgelost? Weet je wat ik denk? Ik denk, weet iedereen twee staten oplossen, hebben jullie het allemaal voorbereid met de rechten op de hoogte, dat zie je zo. Dus dat er Israël blijft bestaan als land, met veilige grenzen, en dat er ook een Palestijnse staat komt. Ja, ik ben het in principe daarmee met u eens, maar het waterprobleem is natuurlijk wel ernstig daar. En Israël legt zijn grenzen om Palestina, waar de waterbronnen juist aan de kant van Israël komen. Dus, helemaal goed. Dus wat wij willen is dat dat eerlijk gebeurt. Nog iemand? Dank u wel. Ik ben Sophie van het doofsysteem in Tilburg. Hoe is het om politiek correct om te moeten gaan met landen die andere normen en waarden hebben dan wij? Nou ja, ten eerste moet je, dat is een hele moeilijke vraag. Nou ja, je moet wel een beetje boos worden als er dingen zijn die je niet goed vindt, vind ik. We hebben een heleboel relaties met landen. Dat gaat ook om handel en investeringen. En dan kan je niet ineens zeggen, ja, als ze daar de vrouwen vertrappen of allerlei gekke dingen doen, dan hou ik mijn mond. Dus dat doen we niet. Ja. Wat vond u van het nieuwe Rolling Stones album? Ja, wat leuk! Ik ben meer een Beatles meisje. Ja, dat is begrijpelijk. Nee, luister, nee, wat zeg je? Heeft u wel geluisterd? Nee, ik heb hem zelfs niet geluisterd. Nee, jammer. Is het een gemiste kans? Ja.